Ik zal natuurlijk alle avondconcerten volgen, want ik presenteer ze voor Clara. Maar een aantal zou ik er speciaal ook uit eigen beweging uit kiezen, zal ik maar zeggen. En ik zal wel meteen beginnen met het eerste op 28 september met Gabriel Lipkind, een jonge opkomende cellist. Om twee redenen. Eerst om de man zelf. Hij heeft al een aantal prachtige cd's gemaakt. Ik denk aan de solo suites van Bach die hij heeft opgenomen en nog een aantal andere ook. Bijzonder muzikale man. En de tweede reden is het repertoire dat hij speelt met Rachmaninoff en Shostakovich. Twee Russen van de 20e eeuw, maar o zo verschillend eigenlijk, om dat tegen elkaar te horen. En dan een reden ook is Flaget. Het is het eerste concert voor ons in Flaget weer. En die samenwerking met Flaget vind ik persoonlijk dubbel zo fijn en interessant, omdat ik er zo'n goede herinneringen aan heb. Ik ben daar begonnen. Ik heb dat gebouw in verval gezien. Dat het bijna afbraak klaar was. Dat waren verschrikkelijke jaren. En nu kan het gebouw weer in al zijn glorie bloeien met al zijn activiteiten. En dat wij daar nu aan kunnen meewerken. Dus dat vind ik erg fijn. 31 augustus komt het Philharmonisch Orkest van Seoul. En dat zou ik kiezen omdat die Oosterse orkesten voor ons eigenlijk nog behoorlijk onbekend terrein zijn. Die hebben wel wat plaatopnamen, maar vaak halen die ook onze programmaties en onze winkels niet. Dus het is een uitgelezen kans om zo'n orkest, in dit geval dat van Seoul, is te horen met een grote dirigent als Myung-Woon Chung. En we zitten momenteel met een grote invasie tussen aanhalingstekens van Koreaanse muzikanten. We zien dat op de Koningin Elisabeth wedstrijd, viool, piano, zang. De toestroom van Koreanen is zo groot dat iedereen zegt, wat is dat toch daar in Korea? Het is dus goed om naast die solisten en die jonge opkomende mensen eens een ander groot instituut uit dat toch bijzondere land aan het werk te horen met zo'n grote dirigent, want hij is toch echt een van de toppers. Met een zeer mooi programma. Een Frans tweede deel en dan een Koreaans of een Oosters stuk muziek en Bartok pianoconcerto ook met Sung-wook Kim, ze heten allemaal Kim, ook weer een van hun eminente pianisten. Op 1 september speelt onze Philharmonie met Muhai Tang. Dat is ook weer zo een van die combinaties, maar een combinatie die niet zo ongewoon is, omdat een aantal jaren geleden toch Muhai Tang ooit de vaste chef van de Philharmonie is geweest. En het is mooi om na zoveel jaren die chef met zijn orkest weer eens terug samen te zien. Dat vind ik altijd erg interessant. En natuurlijk heb je ook het optreden daar van Kilian Chen. En die komt de vier laatste liederen van Richard Strauss zingen. Wel, als er op mijn hitlijst van alle tijden één werk al jaren bovenaan staat, dan zijn het juist die vier laatste liederen van Richard Strauss. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is, muzikaal en tegelijk een ontzettend grote levensles voor iedereen, van iemand die een mooi leven gehad heeft en zegt, ja, doe nu het licht maar uit, laat het maar donker worden, het is mooi geweest. Op 4 september hebben we weer een prachtig affiche met de Royal Philharmonic en Charles Dutoit en Martha Argerich. En dat is op zich altijd een avontuur, want ik las net dat ze doen een hele Europese tournee met dat orkest en met haar en met Dutoit. En in Duitsland heeft ze al een concert afgezegd. Zij is een notoire afzegger van concerten. Maar ik denk dat ze het hier niet zal doen. Laten we dat hopen en die vingers allemaal gekruist houden. Maar dat is al een avontuur op zich, van zal Argerich komen, zal ze er zijn. En als ze komt, ja, dan gaat ze niet één, maar gaat ze twee concerten spelen. Ze heeft Prokofjev, Shostakovich, één telkens uitgekozen. Ja, dat vind ik toch wel een heel bijzondere zaak, om dat te kunnen meemaken. Argerich met twee concerti, van repertoire dat daar ook op het lijf geschreven is eigenlijk. En daar hoort dan ook bij, en ook dat is toch een fantastisch orkestwerk, de Enigma-variaties van Edward Elgar. Blijft een klassieker,
voor iedereen en ook een van mijn favorieten die van mijn lijstje eigenlijk niet af te krijgen is. Op 8 september het Philharmonisch Orkest van Tallinn met Andres Mustonen met een vrij klassiek programma en dat vind ik spannend omdat die Mustonen een regelmatige gast al geweest is van het festival de laatste jaren. En dat is een hele bijzondere kerel. Een ongelooflijke muzikale mens, een erg sympathiek en ja, iemand die muziek uitademt. En die heel dikwijls ook zeer avontuurlijk repertoire doet. En nu komt hij eigenlijk met Van Beethoven onder meer, een vrij klassiek repertoire. Ik ben benieuwd hoe hij dat voor elkaar brengt. En dan ook weer naar dat orkest. Want ook die regio, die Baltische Staten, daar zit erg veel muzikaal talent. En wij hebben veel van die dingen nog niet echt ontdekt. Ik vind, het fijne aan zo'n festival is juist die mooie balans tussen, laten we zeggen, het klassieke ijzeren repertoire, maar in confrontatie met iets nieuws, iets avontuurlijks, iets wat je nieuwsgierig maakt. En dat denk ik op die 5 concerten wel te kunnen laten beantwoorden door de muzikanten.